Welkom deelnemers, welkom bij het derde onderdeel van het Afvalwaterketen Symposium 2021 over gestapelde opgaven. We gaan van start met stapelen in projecten. Drie complexe projecten staan vandaag centraal. Eerst nemen we jullie mee naar een korte trailer. We staan met elkaar voor grote opgaven. Het in stand houden van bestaande systemen, het ontwikkelen van gebieden, klimaatbestendig worden, circulair, duurzaam, maar ook nog bereikbaar en een beetje snel en een beetje goed. Dat vraagt nogal wat van ons. En eigenlijk al die ambities en doelstellingen bij elkaar maken dat het voller wordt, complexer wordt in projecten in de fysieke ruimte. Het vraagt ook om ander samenspel. Eigenlijk, bij elkaar gezegd, gestapelde opgaven. En daar gaan we het over hebben. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat nou aan in verschillende projecten? Bij mij aan tafel heb ik een aantal direct betrokkenen daarbij. En daar gaan we de komende anderhalf uur mee in gesprek. Aan de hand van drie inspirerende projecten. Koppelkans in Amsterdam, Brainport Helmond en Superlocal in Kerkrade. Hoe kun je dat nou doen? We hopen dat je ook tips krijgt voor je eigen praktijk en stel die ook in de chat. Onze chathost op dit moment is Bert Palsma, programmamanager bij de STOA. Ondersteund door Cora Uitenlinde, ook programmamanager bij de STOA. En Ton Beene van de stichting Rionet. Bert die gaat gevraagd en ongevraagd inbreken in ons gesprek. Je kan meedoen met die chat door rechts in je scherm je naam in te vullen. En dan kan je vraag hier zomaar in de groep belanden. Of wellicht heb jij de tip die ook ons weer verder brengt. We starten zo, als ik het programma mag zien, met een introductie van projecten. Aan de hand van de RIO-methodiek gaan we kijken of dat houvast biedt in een aantal stappen langs ontwerpen, of langs denken of omdenken, langs ontwerpen en uitvoeren of doen. Die drie stappen gebruiken we om ook de drie projecten langs te lopen. En tenslotte is er ruimte voor reflectie en tips die wij met elkaar kunnen uitwisselen, maar ook hopelijk jullie kunnen meegeven in je werk voor gemeenten, waterschappen of andere projecten. Bij mij aan tafel staat John Grin, hoogleraar aan de UvA, mijn sidekick tijdens dit programma. Bert heb ik al geïntroduceerd. We houden ons hier zo goed en kwaad als het gaat aan de coronamaatregelen hier in de studio door genoeg afstand te houden en de tafel schoon te houden. Het is een oud gebouw, een oude medicijnopslag die nu circulair gebruikt wordt als broedplaats. Een locatie met een verhaal zou je kunnen zeggen. Verder naast John staan er namelijk nog drie mensen met een verhaal. En ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Diederik van Duren hebben jullie net kunnen zien in het eerdere programma. En Andrew Seagrave, ik ga jullie zo verder voorstellen. En Juri Nauws, welkom. Zo dadelijk ook nog Atteman, Dirk van Helvoort en Rob Ververs. We hebben een mooi, compact, vol programma waar hopelijk goede tips in zitten. Om jullie mee te nemen in die drie projecten, introduceer ik dadelijk de drie gasten die hier daarover meer gaan vertellen. Eigenlijk de vraag van waar draait het nou om? Ik wilde graag beginnen met Juri, actieonderzoeker duurzame ontwikkeling, gebiedsontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam en intensief betrokken bij Koppelkansen. Kun jij jezelf en ook Koppelkansen misschien introduceren richting het filmpje? Jazeker. Ik zal beginnen met Koppelkansen. Koppelkansen is een systeeminnovatief samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, Waternet en Liander. Die in essentie gaat over de vraag hoe de verschillende duurzaamheidstransities en verschillende infrastructurele opgaven die er liggen slim te combineren. Dus tegelijkertijd en in samenhang te realiseren in de stedelijke ruimte in Amsterdam.
Dat vanuit de constatering dat het eigenlijk dat business as usual geen optie meer is. Het is al overvol in, op sommige plekken in de ondergrond in de stad. En met de opgaven die er liggen is de voorspelling dat het alleen maar drukker wordt. Dus er moet verandering komen. Maar hoe dat te bewerkstelligen, dat is de grote vraag. Het is in ieder geval duidelijk dat het individueel oppakken van de opgave geen optie meer is. Het koppelkansentraject is geïnitieerd in 2017... naar aanleiding van een gesprek tussen directeuren van Liander en Waternet. En inmiddels is dat, vanaf 2019 loopt het project officieel, zou je kunnen zeggen. En in de tussentijd is het toch wel uitgegroeid tot een brede beweging die zowel in de stad, in 3 casusgebieden in de stad, werkt aan nieuwe innovatieve projecten. Als ook binnen de organisaties verandering probeert te bewerkstelligen om dit soort nieuwe oplossingen in de stad mogelijk te maken. Kort over mijzelf als actieonderzoeker. Reflecteer ik op wat ik hoor en zie. En probeer ik eigenlijk vanuit zowel een inhoudelijke als een proceskennis op transitiegebied bij te dragen aan hoe op dit moment verder te bewegen in dit traject. Dus dat was introductie voor het filmpje. Laten we daarna gaan kijken. Dankjewel. Verdichten steeds verder. Openbare ruimte in Nederlandse steden gaat de komende jaren op de schop. 1 miljoen inwoners binnen 15 jaar. De gevolgen van klimaatverandering. Er is meer regen, droogte en hitte. Energietransitie. Hernieuwbare, duurzame energiebronnen. Toenemende schaarste aan grondstoffen. Het is nu al druk in de openbare ruimte. Boven en onder de grond. Voor extra kabels en leidingen. Maar ook opvang of buffering van water en groen. Al die veranderingen moeten op elkaar passen. Vragen om een integrale aanpak van de openbare ruimte. In diverse steden gebeurt dit al. Leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Omdat dit kansen biedt voor betere contractvorming, onderhoud en kostenbesparing. Moet bijvoorbeeld de riolering worden vervangen? Dan kijk je meteen of die straat ook van het gas af kan. Koppelkansen is voor mij een transitietraject dat met grote gevestigde partijen, namelijk Liander, Waternet en de gemeente Amsterdam, werkt aan fundamentele verandering. En wel door anders te gaan denken, om te gaan denken, anders te gaan ontwerpen en anders te gaan implementeren. Dat is de enige manier om een betere samenleving te krijgen. Dat zit niet alleen in de steentjes die we op straat leggen, maar ook in de manier waarop we met elkaar omgaan. Die het aandurven om, hoe professioneel ze ook zijn, als het ware hun eigen professionaliteit opnieuw uit te vinden. Omdat het natuurlijk altijd beter kan. Dus, koppelkansen is voor mij een tijdelijk vehikel om dat soort vraagstukken samenwerken en samen verbeteren op te lossen. Kunst in omdenken en stapelen, denk ik. Dankjewel voor de introductie, Juri. Hier ook aan tafel Andrew Seagrave, senior onderzoeker en toekomstverkenner bij KWR, Water Cycle Research Institute, als ik het helemaal compleet zeg. Je bent betrokken bij de ontwerpfase, onder andere, naast vele projecten, de ontwerpfase van Brainport. Zou je jezelf ook willen introduceren en ook Brainport willen introduceren? We gaan dadelijk naar een filmpje kijken. Oh, Maarten. Ik begin met Brainport Smart District. Dat is een gebied in Helmond, in Brabant. Het is een groene weide naast een bestaande nieuwbouwgebied, nieuwbouwwijk. Waar ongeveer 1500 woningen worden gerealiseerd en een soort bedrijfsterrein. En dan op een hele innovatieve wijze. Dus het wordt heel integraal ontworpen.
Dus met verschillende sectoren, met mobiliteit en energie en gezondheid, maar ook water, heel integraal. Het is ook heel participatief, dus het is een soort bewonerscommissie die meedenkt over, ook over de ontwerpfase. En daarnaast is het ook heel adaptief. Dus dat wijk wordt gebouwd in fases en de fases die later komen, daar wordt geleerd van voorgaande fases. Nou, die drie dingen samen, integraal, participatief en adaptief, maakt dat het een soort living lab is. En dan werken allerlei verschillende sectoren eraan. Nou, die vijf waterketenpartijen in Helmond, die hebben besloten om die living lab te benutten om nieuwe innovaties te testen. En dat, die partners, dat is waterschap A en Maas. Nou, Dirk van Helvoort, die komt straks meer vertellen van A en Maas. Ook waterschap De Dommel, de gemeente Helmond, drinkwaterbedrijf Brabantwater, de provincie Noord-Holland, provincie Noord-Brabant. Ja. Die zijn allemaal samengekomen om te zeggen, wat willen we nou bereiken op het gebied van water? Welke innovaties willen we testen? En dat gaan ze dan doen in die Smart District daar naast Helmond. En wat we net, of wat recentelijk afgerond is die conceptuele ontwerpfase. Dus er is niks afgerond. Het is of niks gerealiseerd in de praktijk, concreet. Maar die partijen die hebben bedacht, wat willen we daar? Ja. En daar gaan we straks meer over vertellen, denk ik. Nu Zeker. Eerst een introductiefilmpje. Gaan we doen, dankjewel. Ja. We gaan kijken naar Brainport. Het gaat om een proeftuin van technologische en sociale innovatie. Wat bedenken mensen op een technische universiteit bijvoorbeeld en hoe pakt dat uit in de werkelijkheid? Het gaat dan om een mobiele wijk, het gaat om een energiezuinige wijk, een circulaire wijk, een gezonde wijk, een veilige en sociale wijk waarin participatie en data een hele belangrijke rol spelen en dus ook water. En dat is de reden waarom we vandaag bij elkaar zijn. Als je nou water in zo'n slimme wijk vorm wilt geven, wat betekent dat dan? En juist die spelers met elkaar in de waterketen, naast de gemeente en provincie, de waterschap en het drinkwaterbedrijf met KWR, hebben vorig jaar met elkaar gezegd van nou, dat zou toch beter moeten kunnen en met name dan ook duurzamer en beter ingericht op de uitdagingen van de toekomst. Hier staat wel een van de kernpunten, dat voor allerlei domeinen is zowel een basisvariant als een plusvariant benoemd. Neem nou het drinkwaterverbruik als voorbeeld, zo'n basis- en een plusvariant. De basisvariant zegt we gaan 40% besparen. Het plusscenario zegt 70% besparing. Iedereen in de watersector heeft het wel over. Probeer het zo lang mogelijk vast te houden en het ten nutte te maken op het moment dat je het nodig hebt. Het gaat in het watersysteem gaat het om de hoeveelheid water. Het gaat om de kwaliteit, dus hoeveel verschillende stoffen komen daar binnen. En het gaat natuurlijk om de invloed van buitenaf, temperatuur, zoninstraling. Dus regenwater gaan we niet, uiteraard niet, zou ik zeggen, naar het riool laten afstromen. Regenwater gaat in het watersysteem, in het oppervlaktewater. En een deel halen we het huis in om toiletten te spoelen, wasmachines te laten draaien. In andere woorden, op die manier ten nutte te maken. Daar zit dus een fors stuk waterbesparing al in. Wat naar de centrale rioolwaterzuivering gaat, is wat we noemen het zogenaamde zwarte water. Dus het echte afvalwater dat niet verdund is met regenwater. Brainport Smart District is een zeer aansprekend project in Nederland. Ja. En we koppelen dit ook zoveel mogelijk naar ervaringen in andere delen van het land. Zeer bedankt, want jullie hebben het gedaan en alle hulde. Dank je wel. Ja, het klinkt bijna alsof het er al staat. Zo mooi is het onderwerp. Met mooie perspectieven als een menukaart waar we dadelijk over verder gaan spreken. Ja. Last but not least, Dirk van Duren hier ook. Jullie hebben hem misschien al gezien in het vorige programma-onderdeel. Strateeg en innovatieadviseur bij WML en promotieonderzoeker duurzaam watermanagement aan de Universiteit van Maastricht. Wil jij je superlocal introduceren? Ja, dat wil ik zeker nog een keer introduceren. En nu gaan we het iets anders doen dan maar. We gaan iets concreter de casus in. Superlocal, daar begonnen we ooit in die regio, die omgeving met omdenken en denken. En vooral ook omdenken, circa 2012 begon men daarmee. Nou, door de jaren heen, op een gegeven moment heeft zich een locatie voorgedaan om dat omdenken te gaan kijken in hoeverre dat in de praktijk te brengen viel. Nou, dat was de locatie Superlocal in Kerkrade.
Een wijk waar voorheen 4 hoogbouwflats stonden, die ooit in de jaren 60 voor de mijnbouw waren opgericht. Heel goede functies hebben verleend, maar echt daarna achteruit zijn gegaan in kwaliteit. En daar was de opgave, hoe zorgen dat we in een regio met krimp toch goede woningbouw kunnen organiseren voor een goede leefomgeving. En dus ook de sociale cohesie weer terug kunnen brengen. Hoe kan dat? En uiteindelijk werd de belangrijke drijver erbij de circulaire economie. Vandaar Superlocal. Fictief werd er een muur om het gebied heen gezet. En alles wat er binnen was aan waarde, sociaal, cultureel, materieel, water, etc., moet op een of andere manier hergebruikt worden. Nou, daar zijn we jaren mee bezig geweest om dan te gaan ontwerpen. Nou, circa 2016 tot 2019. En sinds 2020 zijn we ook echt in de uitvoering. Maar het is een iteratief proces van uitvoeren, leren, experimenteren, opnieuw naar de tekentafel en weer verder gaan. Hetzelfde als in Brainport Smart District, de planning is. Alleen wij hebben het iedere keer opgeschaald. Van 1 woning naar 3 woningen, naar 15 woningen en nu naar een flat. En wij zijn nu in de uitvoering daadwerkelijk. Maar dan zijn we er nog niet. Want dan gaat het pas echt beginnen, het watersysteem. Want dan gaan er mensen wonen. En hoe gaan mensen dat ervaren? Spannend. En hoe gaan ze handelen? En dan de volgende stap is, hoe gaan we dan weer doorontwerpen op basis van die ervaringen? Ja, mooi. Laten we gaan kijken naar een korte introductie. Hier werken de gemeente Kerkrade, de woningcorporatie Heemwonen, het waterschapsbedrijf Limburg en het drinkwaterbedrijf van Limburg samen om eigenlijk een heel nieuw systeem te ontwikkelen voor een duurzaam, circulair watersysteem. Dit toilet spoelt met 1 liter water. De gewone toiletten die we thuis kennen, die gebruiken elke keer 6 liter water. Het is eigenlijk een gewone normale wasbak, alleen deze is iets specialer, want er hangen voedselresten vermalen onder. Dus al je groente- en fruitafval kan je hierin kwijt en gaat zo de vacuümriolering in. In de flat is het iets anders. Daar komen in de gang dit soort voedselresten punten met dit soort bakken erin. Beide systemen zijn aangesloten op een onderdrukleiding. Die wordt via een vacuümsysteem op onderdruk gehouden. Vanaf dat systeem, vacuümsysteem, wordt het naar een vergister gepompt. En in de vergister dan wordt de organische stof omgezet in biogas. En halverwege deze installatie wordt het slip afgetapt, gehygiëniseerd. En dit slip willen wij af gaan zetten als meststof. Het grijze water wordt via een buffer uiteindelijk op het hydrofietensysteem gebracht. Daar wordt het water biologisch gezuiverd, er wordt zelfs nog lucht toegevoegd. En na zuivering wordt het water op het oppervlaktewater geloosd. Aan de achterkant is alles dus goed geregeld, maar ook aan de voorkant moeten we maatregelen nemen. Zo wordt al het water van op de daken opgevangen en daarnaast ook het water van op de bestrating. En dat gaat allemaal richting een hele grote hemelwaterbuffer. Een hele grote betonnen bak waar daarop een zuivering komt te staan, waar we eigenlijk proeven gaan draaien om van dat hemelwater drinkwater te gaan maken. Ondanks dat het zulke grote buffers zijn, zullen niet iedere bui aankunnen. Daarom worden nog een aantal extra maatregelen genomen. Denk aan een waterplein wat vol kan lopen als het heel hard regent. En desnoods nog infiltratievijvers. En uiteindelijk komt het water dan weer terug in de bodem. Stapelen in projecten kan er dus best verschillend uitzien, zoals jullie aan deze 3 introducties hebben gemerkt. Maar je kan er ook in de aanpak patronen in ontdekken. En vandaag gaan we aan de hand van een methodiek kijken hoe je hier naar zou kunnen kijken. Er zijn altijd andere en meer methodes. Maar we doen dat aan een methode waar John onder andere de basis voor heeft gelegd. En die heet RIO. Wil jij ons meenemen in RIO en wat dat dan is aan methodiek? Ja, zeker. RIO is een methode voor het soort van innovaties waar het eigenlijk vandaag over gaat.
waar de vorige ronde en deze ronde al een paar voorbeelden van zijn gepasseerd. En uit die voorbeelden wordt meteen duidelijk dat het hier niet alleen maar gaat over technische innovaties. Dat is trouwens nooit zo. Het gaat altijd over socio-technische innovaties. Mensen moeten ook anders gaan leven, zich anders gaan gedragen. Maar het zit hier nog dieper. Je kunt dit eigenlijk alleen maar doen, bijvoorbeeld verschillende maatschappelijke functies op elkaar betrekken, als de organisaties, als de sectoren die zich met die functies vroeger apart bezighielden, nu gaan samenwerken over hun grenzen heen. Nou, dat vraagt andere financieringsmodellen, dat vraagt andere governance-modellen. En er was net in de vorige ronde al iemand over de chats die terecht opmerkt, het vraagt soms zelfs andere wetgeving. Nou, dan ga je echt praten over een systeeminnovatie, dat allemaal tegelijk nodig is. Wat doet Rio dan? Rio, dat is een afkorting, die staat voor 3 letters. Ik lees even van achter naar voren. De O staat voor ontwerpen. Ontwerpen verwijst ernaar dat je iets aan het maken bent waar je goed over moet nadenken. Ontwerpen is eigenlijk gewoon in alle eenvoud het afwisselen van analyse. Wat is precies het vraagstuk? Wat zijn mogelijke oplossingen? Wat zijn de voor- en de nadelen en de kosten en zo van die oplossingen? En dan weer eens denken van als we het echt gaan doen, wat gebeurt er dan? En dan weer opnieuw nadenken. Nou, dat is ontwerpen. Dus het is een ontwerpmethode. Het is interactief. Uit wat de 3 voorbeelden hebben neergezet volgt natuurlijk meteen dat zulke dingen alleen kunnen als verschillende partijen dat samen doen. Dus ook het ontwerpen moet je dan samen doen, dat gaat niet anders. Dus vandaar interactief ontwerpen. En reflexief verwijst ernaar dat je eigenlijk voortdurend ter discussie stelt wat je normaal gesproken voor gegeven aanneemt. Dus normaal werk je op een bepaalde manier samen als organisaties, hier kun je dat veranderen. Normaal moet je de begroting sluitend krijgen binnen je eigen afdeling en zeker binnen je eigen organisatie. Hier moet je het samen rondkrijgen tussen verschillende organisaties. Dus alle dingen die je normaal vanzelfsprekend vindt, kunnen hier ter discussie komen. Daar staat de R voor. Heel goed, heel goed. En eigenlijk wat we hier nog zien in de volgende slide is een samenvatting eigenlijk daarvan. Als ik de volgende slide mag. In de fases zoals we hier de projecten ook langs hebben zien komen, waarin die continue reflectie en iteratie plaatsvindt, maar ook een aantal fases zich voordoen. Ja, dus ja, fases is kun je het vaak noemen. Ik praat zelf graag over activiteiten die afwisselen. Dit is een volgorde die vaak werkt, maar niet altijd. En dan begin je ergens anders. Ze genereren elkaar. Het is een voortdurende iteratie van afwisseling van slagen van type van verwerken en denken. Ondenken staat hier als eerste vermeld. Dat is ook vaak goed om mee te beginnen. Kijk eens anders naar de wereld dan je normaal doet. Kijk eens anders naar wat het vraagstuk is. Kijk eens anders naar wat voor oplossingen zouden kunnen zijn. Dat is makkelijk gezegd en op een abstract niveau ook wel makkelijk gedaan misschien. Hè? Als je daar een beetje in oefent. Maar dan moet je het wel gaan doen. En dat vraagt werkelijk om echt heel andere soorten oplossingen dan je gewend bent. En dat daadwerkelijk vormgeven, dat is de tweede activiteit die je staat genoemd. Dat je echt laat zien hoe dat dan zou kunnen eruit zien. Het gaat natuurlijk dus nog weer een slag verder om te zeggen, hoe doe je dat dan? En dan stuit je erop dat inderdaad misschien wel het niet te financieren valt binnen 1 afdeling of 1 organisatie, maar dat het gezamenlijk moet, dat de wet misschien veranderd moet worden en al die andere systemische veranderingen. En dat komt dus in die stap over realiseren aan bod. En wat je dus eigenlijk doet met deze ontwerpmethode, als je al die stappen doorloopt, is niet alleen een nieuwe techniek ontwerpen, ook niet alleen maar een nieuwe techniek met sociale omgeving, maar ook een hele andere, zoals het nodig is, context waarin die oplossing kan gaan bloeien en groeien. Ja. En waarom is die Rio-methodiek nu, John, nou zo bruikbaar voor de projecten die we net langs zagen komen? Ja, nou, ik denk uiteindelijk omdat die projecten dit nodig hebben. Dat zijn projecten waarin dingen die we voorheen ieder voor zich deden, nu eigenlijk op elkaar betrokken moet worden. Dus rond 1900 zijn een heleboel van die vakgebieden ontstaan. Toen probeerden we die vraagstuk op te lossen van gebrek aan publieke hygiëne, waardoor mensen veel ziek werden. Dat is opgelost door de riolering bijvoorbeeld en door het drinkwatersysteem. Elektriciteit kwam plotseling beschikbaar. Dat kon je gebruiken om te zorgen dat mensen ook 's avonds het gezinsleven konden hebben en dergelijke. Heeft economische groei gegeven via de ploegendienst en de arbeidersbeweging ook via de ploegendienst. We hebben allerlei andere systemen gekregen, maar die waren apart. En het was ook goed, want die konden dan ieder voor zich een stukje welzijn creëren. En als ze dat maar goed deden, kregen ze daarvoor geld en ruimte. Nou, dat heeft heel lang goed gewerkt. Dat heeft geweldig veel opgeleverd. Maar nu, en dat is al 3 keer uitgelegd, dus dat hoef ik niet toe te lichten, kunnen we verder komen door ze wel weer op elkaar te betrekken. Maar dat is een echte systeeminnovatie. En dan is dit soort ontwerpmethoden kunnen de dienst bewijzen, denk ik. Helemaal goed.
Dankjewel voor die introductie en dus ook onze soort van houvast in het komende uur waar we door de projecten gaan om die toe te lichten. Diederik en Andrew, wij zien jullie zo terug hier aan tafel. Dank voor nu. En ik wilde graag Rob Ververs uitnodigen vanuit Amsterdam. Hij is daar senior beleidsadviseur en projectontwikkelaar transitie bij Waternet. We zagen net koppelkansen al voorbij komen in de introductievideo, Rob. Ja. Wat is koppelkansen voor jou? Koppelkansen voor mij is werken aan gestapelde opgaven onder gezamenlijk probleemeigenaarschap. Jury heeft al geïntroduceerd dat wij werken samen met verschillende diensten van de gemeente Amsterdam, Liander en Waternet, vanuit die verschillende sectoren aan eigenlijk een toekomstbestendige leefbare stad. En dat vanuit het gezamenlijke probleemeigenaarschap, dat je dus niet de ene zijn eigen opgave individueel laat aanpakken en de ander ook zijn eigen opgave individueel laat aanpakken en je komt elkaar tegen als je de straat opengooit. Nee, je gaat vanaf het begin al kijken van wat is nou het probleem, hoe ziet die stapeling van opgaves eruit, hè? Klimaatadaptatie, circulaire economie, energietransitie, noem maar op. Vervangingsopgaven van verschillende partijen. En je gaat dus kijken van hoe kunnen we dat nou, als we dat als gezamenlijk probleem beschouwen, hoe kunnen we het dan oplossen? Nou, en dan loop je dus inderdaad, wat John net ook al zegt, loop je tegen allerlei barrières aan, waardoor je juist de juiste dingen gaat adresseren. Nou, en dat is voor mij dus koppelkans, want dan ga je dus ook integrale oplossingen bedenken met elkaar voor die gestapelde opgaven, waardoor dus die synergie ook te benutten valt. Mooi. Het staat ook heel erg aan de basis van het omdenken, eigenlijk het herbezinnen op hoe doen we de dingen zoals we die doen. Juri, jij hebt ook het schema met die pijlen ontwikkeld en kun je ons mee, misschien heb je nog wel aanvullingen op het verhaal van John, maar ook de toepassing in koppelkansen leert continu nieuwe dingen. Wat leer je daarin en waarom is dat omdenken dan ook zo belangrijk? Ten eerste, ik denk dat het al een hele mooie introductie was, zowel van John als van Rob op koppelkans en de RIO-methodiek. Waar ik mee zou willen beginnen is dat je ziet de manier waarop er nu met tegen duurzaamheid aan wordt gekeken en daarmee wordt omgegaan, zie je vaak dat het wordt ingebracht als één aspect of één dimensie van een probleem. In een bredere set van criteria en eisen die worden gesteld. Eigenlijk hebben we de afgelopen decennia gezien dat eigenlijk niet voldoende is. Maar om dan verder te kunnen kijken van waar ligt nu de oorzaak, de fundamenten van dit probleem, waar komt dat vandaan? Hoe komt dat zo dat we in deze situatie verzeild raken? Moet je eigenlijk goed gaan nadenken over de historische ontwikkelingsgang van het systeem waar we ons in begeven. En dan heb ik het in bredere zin als het gaat over koppelkansen over het systeem van stedelijke planning, stedenbouw. Ja, je hebt daar ook een illustratie voor meegenomen. Ja. Kunnen we die eventjes... Ja, dank. En daarbinnen eigenlijk de manier waarop de nutsvoorziening is georganiseerd. Nou, daar zei John al iets van, hè? Dat is sectorale manier opgedeeld. En eigenlijk door verder te kijken in het systeem, hoe functioneert dat systeem, welke eigenschappen heeft dat systeem en welke barrières werpt dat vervolgens op voor de vernieuwing waar we hiermee te maken hebben, die stapeling van opgaven. Nou, omdenken gaat erover om helder te krijgen precies hoe dat systeem eruit ziet. Dat geeft weer eigenlijk hoe de kaders eruit zien. En als je de kaders scherp hebt, dan kun je ook vervolgens buiten die kaders om gaan denken. Out of the box denken. En juist dat proberen we te stimuleren om eigenlijk vanuit die positie nieuwe oplossingen te kunnen gaan bedenken. Dat is... in ieder geval een definitie van omdenken in deze context. Heel interessant. Daar geven wij twee voorbeelden van. Okay. Eerst Rob gaat in op de probleemdefinitie. En vervolgens zal ik iets zeggen over systeembarrières. Ja, want het is natuurlijk, de theorie is één, maar hoe pas je dat dan toe in zo'n grote stad als Amsterdam? Ja,
Nee, dat is inderdaad leuk om uit te leggen. Kijk, het gaat over een probleemdefinitie. We zijn als watercyclusbedrijf zijn we gewend om vanuit een probleemdefinitie van, ja, we moeten dus voor de volksgezondheid en voor de veiligheid, hè, als je over watersysteemdenken hebt, daar zijn wij eigenlijk voor opgericht. Dat is ons bestaansrecht. En daar hebben wij organisaties op ontwikkeld die heel erg gespecialiseerd zijn geweest op dat doel. Sterker nog, wij hebben daar ook geëigende gelden voor vanuit het rioolrecht, vanuit de waterveiligheid, vanuit het drinkwater. Dus wij konden ons ook heel erg specialistisch daarop toe ontwikkelen. Dat was ook wat werd gevraagd. Dus dan krijg je ook zo dat als er gebiedsontwikkeling plaatsvindt, dat die nutsvoorzieningen in die zin ook als een soort sluitstuk worden beschouwd, want alles is maakbaar, hè? Dat was toen nog het denken. Dus nou, dat is heel erg de probleemdefinitie waarvan we vandaan komen, waar we dus ook waaruit ons systeem is ontwikkeld. En we zien nu dat door de ruimtegebrek in de openbare ruimte en ondergrond, door die gestapelde opgaves, dat niet meer past. Het werkt niet meer. Dus in die zin zijn we veel meer moeten we gaan op zoek gaan naar synergie tussen die nutsfuncties. En dat betekent dus een andere probleemdefinitie. Dat betekent ook dat het iets anders vergt van je organisatie en van de mensen die daar werken. Want je moet dus gaan praten met openbare ruimteontwerpers die hele andere beelden hebben van wat dat werk inhoudt. En dat betekent in eerste instantie taalbarrières, et cetera, et cetera. Maar doordat je elkaar gaat samenwerken, steeds beter gaat begrijpen, ga je ook steeds meer het totaal en het complex kunnen zien. En dan kom je er dus ook achter dat als je dat gaat toepassen, dan alsjeblieft in de volgende slide. De volgende. Oh ja, daar is die. Dan merk je dus op een gegeven moment ook dat je dus echt naar integralere oplossingen gaat kijken. We hebben hier twee voorbeelden die we noemen. Eentje de gracht van de toekomst, waarbij we uiteindelijk als resultanten van het ontwerpproces, hè, wat dus verschillende stappen doorlopen, continu itereren, kwamen op een soort modulaire, multifunctionele kadermuren. Want de opdracht de opgave om kadermuren te vervangen in Amsterdam, kennen we allemaal, is heel groot. Er gaat heel veel geld naartoe. En het is natuurlijk oerstom om daar niet de grote transitie van de bestaande stad aan te koppelen. Dus we hebben daar een soort modulaire, multifunctionele kadermuur bedacht. Waardoor je dus veel flexibeler ook in je ontwerp van je openbare ruimte bent. Tegelijkertijd roept dat wel weer vragen op over eigenaarschap en beheer. Ja, want het aspecten. Bedenken is één, het overdragen en implementeren is een volgende stap. Precies. En de tweede voorbeeld is dan van het integraal ontwerpen aan straatprofielen in Amsterdam-Stad. Gelukkig hebben we daarbij een integrale ontwerpmethodiek openbare ruimte is door Amsterdam ontwikkeld. Die ons helpt, hè, waarbij je eigenlijk uit een catalogus van allerlei verschillende oplossingen een straatprofiel kunt ontwerpen die aan de gestelde opgave voldoet. Maar dat vergt dus wel weer bijvoorbeeld dat je anders ten opzichte van elkaar gaat liggen qua kabels en leidingen of andere objecten. En als antwoord daarop is het bijvoorbeeld mogelijk om dan een bestaand uitlegschema, hè, dat is dus de verhouding tussen die verschillende objecten, dat je daar dus iets nieuws voor gaat verzinnen, waardoor dat dus wel kan. Vanuit niet zozeer van ik heb die kabelleiding, ik heb een soort van veiligheidszone daartussen, maar je gaat dat optimaliseren. Nou, en dat is dus eigenlijk een antwoord op een barrière waar je tegenaan loopt. Waardoor het in principe in eerste instantie niet zou kunnen, maar doordat je daar anders naar kijkt, dan wel weer. Nou, en Juri... Spannend, want je neemt eigenlijk niet alleen het hele systeem in zijn volle complexiteit, maar pakt er ook nog elementen uit waarmee je direct zegt van nee, daar ga ik een stapje in zetten. Ja,
dat is de aanpak die we hier hanteren. En de volgende slide gaat jullie daar nog iets verder hartstikke goed op in. Ja, dus tijdens dat ontwerpen en tijdens het vormen van een netwerk rondom nieuwe oplossingen, kom je eigenlijk van alles tegen. Mensen die roepen, dit mag niet, dit kan niet. Al dat soort tegenwerpingen die eigenlijk karakteristiek zijn voor het type vragen waar we hiermee te maken hebben. Nu kun je besluiten van oké, dat kan inderdaad niet of dat mag inderdaad niet. Wat wij proberen te doen is verder kijken dan dat. Juist om de reden die ik net noemde, hè, teruggaan in hoe komt dat nu zo dat dat niet mag. Teruggaan in het systeem, waar bevindt zich die oorsprong. Dus dat hebben we ook in verschillende sessies in het kernteam van Koppelkans opgepakt. Om een aantal van die barrières eens goed door te spitten. En dan zijn we uitgekomen bij deze lijst van tot nu toe 14 systeembarrières. Waarvan we denken dat die eigenschappen zijn van het systeem zoals zich dat historisch heeft ontwikkeld. En die nu eigenlijk het gestapeld oppakken van opgaven in de weg zitten. Nou, ik heb er een aantal onderstreept. Die stapeling van opgaven, die leidt ook tot een stapeling van systeem punten waar we eigenlijk niet doorheen kunnen breken. Die ons houden tot het oude. Zeker. Dus en die punten, dat zijn niet afzonderlijke punten, maar die vormen samen juist dat samenhangende systeem. Waar heel moeilijk beweging in te krijgen is. Nou, daar proberen we dus verandering in te bewerkstelligen. Onder andere via de wezenlijke winstpunten aanpak. Dus het gebruik juist die systeembarrières, zoals degene die daar genoemd worden. Dus het denken vanuit de eigen sector. Dus de gebrekkige informatiedeling tussen de verschillende partijen. De verouderde ordeningsprincipes. En probeert eigenlijk juist die barrières te gebruiken als richtingaanwijzers van hier moet actie op komen op dit punt. Nou, daar is die wezenlijke winstpunten aanpak op gericht. Dus het nemen van kleine systeeminnovatieve stapjes die eigenlijk kunnen aanzetten tot grotere aanpassingen die nodig zijn op langere termijn. En enerzijds kan dat een soort momentum creëren juist om die vervolgstappen te nemen door een verandering te verzorgen in het denken van mensen, energie vanuit hun persoonlijke motivatie om daar verandering in te bewerkstelligen. En anderzijds ook, en dan vergeet ik eventjes mijn zin, het is in ieder geval belangrijk om dat lange termijn perspectief daarbij in acht te nemen, die horizon van verwachtingen te veranderen. Rob noemde één voorbeeld van een wezenlijk winstpunt in het aanpassen van zo'n uitlegschema. Dat is een set aan regels dat aangeeft wat de onderlinge afstanden tussen kabels en leidingen moeten zijn. Daar zijn we op aan het innoveren. En een tweede is een integraal gebiedsplan, wat eigenlijk voor een deel van de stad aangeeft hoe de stapeling van opgaven een plek kan vinden in de openbare ruimte en de ondergrond. En dat is op een nieuwe schaal, namelijk wat tot nu toe wordt genoemd de tussenschaal. En dat is tussen het stedelijke beleid en de uitvoeringspraktijk in de straat en in de wijk. Okay. Dus je gaat heel gericht eigenlijk analyseren en omdenken, waar zit nou het knelpunt en waar kun je een verschil maken met een wezenlijke winstpunt aan. Onder andere omdat die systemen van die verschillende partijen, die hebben niet dezelfde grenzen. Nee. Niet dezelfde grenzen in ruimte, niet dezelfde grenzen in tijd. Een watersysteem of een rioleringssysteem heeft een heel andere grens dan een projectgrens van een ontwikkelingsgebied. Ja. Of van een vervangingsopgave van een kadermuur, wat natuurlijk een lijnobject is. Misschien Bert, jij begon de dag met een introductie van de afvalwaterketen, hè, die eigenlijk ook een soort meerdere grenzen kent, hè, of niet zozeer te vatten is. Een tussenschaal die tussen het systeem en de regels en de sector zit en de uitvoering.
Welke vragen komen er bij jou op of binnen? Of misschien bij jou zelf ook op om hier... Een leuke vraag is, waar is de marktsector in dit hele spel? Want we staan hier met overheden aan tafel en... Wetenschappers, overheden. Wetenschappers, ja, maar wat is de rol van de marktsector? Ja, John, kan jij daarop ingaan? Nou, dat is inderdaad een heel belangrijk vraagstuk, ook omdat die markt natuurlijk weer met zijn eigen dingen zit. Dus een aantal keren worden marktpartijen gewoon bij zo'n project als Koppelkansen betrokken, hè, kabelaars bijvoorbeeld, telecombedrijven en dergelijke. En dan wordt het ook belangrijk om te zorgen dat je zorgt dat zij kunnen deel hebben van die planvorming. Tegelijkertijd kan het dan bijvoorbeeld een spanning optreden met het aanbestedingsrecht. Hè, dat mag niet zomaar. Dus er zijn in de praktijk oplossingen volgens waarmee het kan. Hè. Het kan als je dat heel openbaar doet, dat ook anderen kunnen meeprofiteren van het denkproces. Kun je bijvoorbeeld een boel van die dingen doen en kunnen ze op dat moment een rol spelen. Maar je loopt ook aan tegen barrières waar meer fundamenteel op een gegeven moment toch iets aan moet gebeuren. Dat zijn barrières in de wetgeving. Ik heb in een eerdere ronde als voorbeeld van de elektriciteitswet genoemd, waar een elektriciteitspartij de kilowatturen zo goedkoop mogelijk moet aanbieden en daarom altijd de goedkoopste optie moet nemen. He, maar met koppelkansen is goedkoop niet meer per se wat alleen goedkoper voor de elektriciteit, maar voor het hele bundeltje aan nutsvoorzieningen wat je combineert in je koppelkansen idee. He, en dat voldoet niet zomaar aan de huidige wet waarschijnlijk. Misschien wel, misschien als we daar wat juristerij voor losgelaten, dat kan binnen de wet. Maar misschien ook wel, is daar een wetswijziging op een gegeven moment nodig om op een grote schaal dit soort dingen te kunnen uitrollen. Ja, mooi. Ja. Dank jullie wel. Hebben jullie nog een gouden tip voor collega's binnen markt of overheden die ook met deze complexe materie aan de slag zijn? Hoe moet je dit nou aanpakken? Een van de dingen waar ik... Kijk, het is heel belangrijk om je organisatie mee te nemen. En om te zorgen dat het... wat wij doen is dus inderdaad via die verschillende praktijkcasussen... proberen we ook mensen te bevlogen te laten worden. Vanuit verschillende organisaties, hè, die gaan dan samenwerken. En dan merk je dat daar een beetje een vonkje gaat ontstaan. En we moeten zorgen dat dus die mensen, en ik zelf ben daar ook eentje van, wij moeten terug in onze organisatie ook gaan om daar een soort van olievlekwerking te bewerkstelligen. En dat is er eentje van lange adem. Maar wij zien wel, ook nu intern in die organisatie, dat het echt noodzakelijk is. Want we zien die stapeling van opgaven, dat is het thema van de dag. Zien we ook gewoon dat wij daar een rol in te spelen hebben. En dat wij niet meer alleen maar... He, als watercyclusbedrijf niet meer alleen maar volgend kunnen zijn in die ontwikkelingen, maar dat we ook eens een keer moeten zeggen van oké, hier gaan wij onze vervangingsopgave leidend laten zijn. En dan gaan wij de kar eens een keer trekken. Dus zorg dat je dat je collega's besmet met het virus, zeg maar. Dat is in deze tijd een... Ja, dan maak je het ook positief. Ja, dit is een positief virus, inderdaad. Ja. Verspreid het antivax, denk ik. Nee, heel goed, dankjewel. Want het vuurtje aanwakkeren is een hele belangrijke. Jury, heb je ook nog zo'n tip voor andere praktijkvernieuwers? Ja, ik denk dat het inderdaad ook heel erg op een persoonlijk niveau... van belang is. Dus zie het systeem niet per se als iets externs, maar iets waar jij zelf onderdeel van uitmaakt. Hè? Dus jij hebt ook allerlei aannames en ideeën ontwikkeld in de loop van de tijd die mede zijn vormgegeven door het systeem en de organisatie waarbinnen je begeeft. Dus stel je lerend op, ook ten aanzien van je eigen aannames en je eigen ideeën. En door dat voorbeeld te geven, dat zorgt ook voor een bepaalde, het zorgt ook voor een verspreiding van dit positieve virus. Een goed voorbeeld doet daarin volgen en dat geldt ook zeker voor wetenschappers die vaak met hun theoretische modellen of ideeën ergens naartoe gaan. Maar probeer je iets meer open te stellen en zorg ook voor de reflectie ten aanzien van je eigen positie en je eigen aannames. Ja, en dat werkt weer mooi aanstekelijk. Ja, dat vind ik ook de kracht van dit, die samenwerking tussen UvA en de Koppelkansenpartners, is dat wij de wetenschapswereld ook uitdagen om niet na 4 jaar met een antwoord op een vraagstuk te komen. Nee, ze moeten actiegericht meteen
meedenken en daar dus ook onderdeel van het systeem gaan worden. Ja. En daarom is die Rio-aanpak ook, want die heeft dat in zich. Hartstikke goed. Dank jullie wel voor de bijdrage nu. We gaan even naar een wisselmoment. Als het goed is, dan gaan wij wisselen tussen de gasten. Dank jullie wel. En dan Andrew en Dirk mogen in beeld. Nee, jij mag blijven staan. Jullie mogen ook naast elkaar, net wat je fijn vindt. Ja? Helemaal goed, welkom. Arno, zijn we in beeld? Helemaal goed, welkom. Andrew, we hebben jou net gezien ter introductie. Dirk van Helvoort, je bent coördinator en account manager bij Waterschap A en Maas. En betrokken bij... ik zeg hem weer verkeerd, excuus. Het zijn ook bij Brainport Smart District al geruime tijd. Wat is er gebeurd en waarom is A en Maas hier zo bij betrokken geraakt? Terecht dat je zegt dat er al geruime tijd betrokkenheid is van het waterschap bij Brainport Smart District. Ik denk dat ik hoorde net ook al in een eerder verhaal dat het best wel veel tijd vergt inderdaad om dit soort projecten op te zetten. Brainport Smart District is denk ik 5-6 jaar geleden al begonnen met een eerste bijeenkomst symposium waarbij werd nagedacht over de slimste wijk van de wereld, was zelfs de ambitie. Een initiatief opgezet door de gemeente Helmond en de TU Eindhoven. En daar werd bedacht van op welke thema's zouden we dan moeten sturen, welke programma's om daar dan ook echt de slimste wijk van te maken. En tot mijn grote verbazing zat daar uiteindelijk in die thema's het thema water niet in. En toen vonden wij met een aantal waterpartners dat het toch wel belangrijk was om daar aandacht aan te geven. En toen zijn we begonnen eigenlijk aan een traject waarbij we een waterlab hebben opgericht. We hebben gekeken van hier ligt een ontzettend mooie uitdaging om eens te kijken. Kunnen we toch ook op het gebied van water en of dat het nou gaat over de afvalwaterketen of... hoe ga je om met hemelwater, hoe ga je om met grondwater, ook in het kader van de verdroging, zoals heel actueel is in Brabant. Hoe kun je dat op een andere manier vormgeven en op zo'n innovatief mogelijke manier? Mooi. Was er een reden waarom destijds water er niet in zat, in die ambitie? Ja, misschien toen een te klein onderwerp. Als je ook de andere onderwerpen bekeek, dan ging het vooral over energietransitie, over circulair, over bouwen, over... Nou ja, daar kwamen eigenlijk denk wel een 20-25 onderwerpen naar boven waarvan men vond dat dat toch wel heel belangrijk was ook om de slimste wijk te creëren. Data is er ook zo een bijvoorbeeld. En dan moest een keuze gemaakt worden gelijk al in het begin. En wil je nog kunnen sturen zeg maar in wat kun je nog behappen als je integraal wilt werken, is het eigenlijk gezegd van joh, je zou tot een 12 maximaal onderwerpen moeten komen om dan nog enigszins anders gaat die, krijgen we kortsluiting. Anders krijgen we complete kortsluiting, is het compleet niet stuurbaar of hanteerbaar meer. En uiteindelijk is het zelfs teruggebracht naar 8. Maar water dus uiteindelijk niet. Inmiddels kan ik wel vertellen dat het ons gelukt is om water als extra programmalijn wel in Brainport Smart District in te brengen. Door het waterlab wat we hebben opgericht en ja, het onderzoek wat we daarin hebben gedaan. Mooi. Andrew, je hebt de afgelopen tijd een ontwerptraject daar ook mogen begeleiden. Volgens mij intensief en leerzaam met een mooi resultaat. Zou je ons daarin mee willen nemen? Ja, zou ik die van jou overnemen? Ja, als die aangezet kan worden. Kan ik snel doorheen. Gaat helemaal maar, goed. Maar ik vond ook wat Dirk zei over dat het gelukt is om water ook een van die programmalijnen te maken. Volgens mij is dat een hele belangrijke punt. Want de watersector is bijzonder goed georganiseerd. En het verbindt al die andere sectoren aan elkaar. Dus wij zijn van de watersector. Maar ik vind ook van afstand dat water eigenlijk iets meer als een soort ordnend principe of structurerend element moet zijn in zo'n wijk. En volgens mij hebben we dat ook deels kunnen laten zien. Eigenlijk is het waterprogramma een van de leidende programma's in Brabant nu. In het Smart District. Dus ik vond het wel een belangrijk punt. Goede punten die je maakte. Ik weet niet of dit gaat werken zo. Doet de regie? Doet de klikker? Of doet de regie dat? Ik ga er redelijk vlot doorheen. Als je hem wil opnoemen, dan klikt de regie voor je door. Oké. Okay. Nou ja, dus co-creatie, wat is dat? We gaan het dus iets meer hebben over proces. Ik merkte net in het voorgaande gesprek
Als je het alleen maar over proces hebt, dan kan het een beetje saai. Het kan saai worden. En ook, ik luister ook naar mezelf soms. Ik denk, het gaat alleen maar over het proces. En misschien kan Dirk dat bevestigen. In alle plenaire bijeenkomsten, dan ging ik het steeds over proces hebben. Ja. Want dit is wel bepalend voor wat er uitkomt. Alleen, het is ook heel belangrijk om het over fysiek en de werkelijke materie te hebben. Maar we gaan het ook wel over proces hebben vandaag. Dit is een soort vliegkunst tussen die vijf waterketenpartijen in Helmond. We moesten kiezen, dus het moest integraal, het moest participatief, het moest ook adaptief, dus lerend gaandeweg. Nou, als je zo'n proces aangaat, moet je ergens prioriteren. Want al die dingen samen is bijna niet mogelijk. Als we meteen wouden integreren met energie en met gezondheid en met mobiliteit, dan was het waarschijnlijk niet gelukt. Want we wisten als vijf waterketenpartijen nog niet waar we heen wouden. Dus we moesten eerst integreren met die vijf waterketenpartijen. Die moesten samen gaan vliegen. Nou, daar is dit beeld voor bedoeld. Ja. De volgende dia, alsjeblieft. Maar het is een soort proces, zoals Dirk zei, van jaren. Waar eerst afstemming met al die verschillende programmalijnen samen. Ook, wat zijn de ambities voor de hele wijk? En daarna met die vijf waterketenpartijen samen. Die hebben een soort gezamenlijke ambitiedocument. Een memorandum of understanding noemden we dat. Waar willen we met z'n allen heen? Waar gaan we aan beginnen? En daarna hebben we toegewerkt naar een conceptueel ontwerp. Dus die fase die net afgerond is de conceptueel ontwerpfase. Nou ja, dat hebben we op een innovatieve manier gedaan, waardoor ook andere uitkomsten zijn gekomen. Bijvoorbeeld, er is geen technisch ontwerp uitgekomen. Dus we hebben niet bepaalde maatregelen of technieken gekozen. Maar we gingen sturen op uitkomsten. Dus we hebben samen met al die partijen bepaalde targets afgesproken. Indicatoren en targets. En daarna een hele menukaart gemaakt van maatregelen en technieken. En als derde een soort scenario-analyse van, oké, om te laten zien dat de targets haalbaar zijn, welke combinaties van maatregelen en technieken kunnen ervoor zorgen dat je die targets haalt op een plusniveau, dus op dat hoogste niveau, of op de minimumniveau, de basisniveau. Misschien de volgende dia, omdat dit... Ja, misschien ook voor de kijkers. We zullen na afloop de goede versie van de slides ook delen via stoa.nl. Ja, is goed. Nou, we hebben een soort procesdiagram met pijltjes en dat soort dingen zoals iedereen. Maar we hebben ook gezegd, nou, het is een andere manier om dat aanpak uit te leggen. En we zeiden, het is een beetje zoals een steentje ketsen. Dus we moeten een soort lijn uitzetten. En dan, daar zijn een aantal punten. En die aan elkaar verbinden door die uit te werken, stap voor stap. Dus een soort ripple effect. En we hebben ook gezegd, nou, dat was een belangrijke, dat de gemeente de voortrekkersrol heeft. Dus de gemeente de regie heeft. We hebben ook aan de hand van de ervaring hier ook een artikel geschreven over, je kunt allerlei pilots hebben, maar als je geen, hoe heet dat, bij het vliegveld, die luchtverkeersleider. Zonder luchtverkeersleider kunnen die pilots niet vliegen. Ja. Dus nou ja, de gemeente moest die regierol pakken en dat hebben ze ook gedaan. Ja, de volgende dia. We hebben eigenlijk in parallel, dus of je kunt zien als waar die steentjes op het water ketsen, hebben we verschillende lijnen uitgezet, verschillende ontwerpteams. Dat waren er vier. Eén ging meer over het watersysteem en de klimaat, droogte, dat soort vraagstukken. De tweede lijn, dat ging over meer de... het waterketen, waar we het vandaag ook over hebben. Grijs watersysteem, inzameling, kun je het decentraal doen, dat soort vraagstukken. De derde ging over juridische kwesties, ook verdeling van verantwoordelijkheden, risico's, kosten en baten, dat soort dingen. En de vierde, dat was smart, dus over data. En die teams zijn bemenst door vertegenwoordigers van die vijf waterketenpartijen. Dus van die organisaties daar boven rechts, van de provincie, gemeente, twee waterschappen en drinkwaterbedrijf, die kwamen allemaal samen. Dat zijn iets van 30 of 40 mensen. Die kwamen wekelijks bijeen op een maandag voor een halve dag om in hun subgroep te praten over wat ze gezamenlijk wilden realiseren, wat hun ambities waren daar. En vervolgens hadden we eens per maand een collectieve bijeenkomst, een co-creatieproces. Co-creatiebijeenkomst met iedereen, met vertegenwoordigers van ook die vier subgroepen, om integraal af te spreken wat de volgende stap was. Dus zo is het proces ontworpen. Mensen hebben dat
op verschillende manieren ervaren. Dus sommige mensen vonden het te snel gaan, andere mensen vonden het te langzaam gaan. Mensen wilden misschien meer diepte. Dus dat is een beetje dat, als je een steentje gaat ketsen, dan zet je een lijn uit en dan krijg je dat. En dan, één punt wat ik geleerd heb, dat is misschien wat je wil stellen aan de vraag die je wil stellen aan de ene, maar is dat je kunt niet op de pauzeknop drukken. Als je eenmaal gestart bent. Als je eenmaal gestart bent. Dus ook wil iemand stoppen, dat kan niet. En anders creëer je een soort vacuüm en dat wordt dan gevuld. Dus het is belangrijk om door te gaan. Zo zag het eruit hier op dit dia. Dus dan hadden we een gezamenlijke muur en met die vier ontwerpteams. En dan gingen ze samen allemaal ook hun eigen ontwerpproces documenteren. Dat andere teams konden lezen wat ze aan het doen waren. Want dat was heel lastig om overzicht te houden. Ja, die kennisuitwisseling als belangrijk instrument, hè? Ja. Ja, ergens doen jullie iets goed, wat best bijzonder is om goed te doen. Dat gaat misschien ook wel met vallend opstaan, zou ik me kunnen voorstellen. Maar wat je verwacht hier, is dat je natuurlijk, als je er bij elkaar bent, hè, zo'n halve dag, dan trek je die lijnen wel even integraal. Dat kost al moeite, hè, want je moet anders denken. Ja. Maar daarna zet je allemaal je eigen club aan het werk. En hoe houd je dan de integraliteit vast? Hoe zorg je nou dat als je je even hebt omgedraaid en al die losse disciplinaire teams zijn weer aan de slag, dat die er niet zo'n draai geven, een aantal weken lang of zo, hè, dat eigenlijk als je dan weer bij elkaar komt, dat je de integraliteit zoek is? Ja, klopt. Nou, ik wil ook iets meer. Ik moet ook tijd voor Dirk straks, dus ik ga misschien snel naar de volgende dia. Maar dat klopt helemaal, John. En ook die het omdenken. Sommige teams hebben dat heel erg gedaan door met kunstenaars te gaan praten of met architecten en heel erg. En andere mensen gingen zich echt meer uit van de ambities van de eigen organisaties en hoe kunnen we die afstemmen. Dus iedereen deed dat ook op een eigen manier. En dat zorgde ook voor interessante gesprekken. Dus dit is onze vertaalslag van Rio in een stappendiagram. We gebruikten het dubbel diamant model. Dus we gingen eerst divergeren met de problemen. Dus wat zijn de probleemervaringen van de verschillende mensen? Daarna, door het proces heen, gingen we convergeren naar een gedeelde probleemomschrijving of opvatting. Een lijst van, waar willen we nou aan werken? En vervolgens gingen we weer uit elkaar, wat zijn mogelijke oplossingen? En daar zijn we eigenlijk gestopt. Dus we hebben een soort menukaart gemaakt van mogelijke oplossingen. En de vraag was volgens mij van Bert net van die private partijen. Hoe zijn ze betrokken? In Brabant Smart District hebben ze een belangrijke rol. Dat zijn de ontwikkelaars. En die kunnen hun eigen oplossingen samenstellen van de menukaart. Ja, dus eigenlijk heb je een kader geschetst of een perspectief neergelegd om door de markt of door anderen weer verder te brengen. Precies. En dat zijn die twee dingen die steeds meer worden. Dus geel, participatie met bewoners. Dat is een bewonerscommissie. En dat willen we dat het steeds meer wordt richting de oplossingen. En dat geldt ook voor integratie over de verschillende programmalijnen. Dus met mobiliteit en energie en dat soort dingen. Ja. Nou, dit was volgens mij mijn laatste of tweede laatste dia. Maar misschien, dit is waar Dirk het eigenlijk over wil hebben. Van, eigenlijk wil je vanop de ontwerpfase, dus we hebben dat conceptueel ontwerpfase afgerond. Maar nu moet het gerealiseerd worden. En wat zijn dan al de belangrijkste uitdagingen? Nou, misschien, mooie vraag. Wat zijn de belangrijke... Nu gewoon doen, hè? Want hij is uitgedacht. Maar dat is dan het leuke, hè? Want je bent gestart in ieder geval voor het onderdeel water. Om te kijken van hoe kun je alleen op het gebied van water alleen al zorgen dat je zo integraal mogelijk werkt. En dat je dezelfde doelen nastreeft. Maar daarnaast heb je natuurlijk met heel veel andere programmalijnen te maken. Hier even een voorbeeldje op het scherm van de verschillende programma's waar in eerste instantie werd gedacht. Het linkerplaatje, het rechterplaatje zijn uiteindelijk de programma's zoals ze nu staan in Brainport Smart District. Volgende plaatje graag. Nog steeds overzichtelijk veel, hè? Ja, als ambities. Maar dan krijg je dit soort zaken. Dat is eigenlijk een nog heel overzichtelijk plaatje. Dat maakt het helemaal overzichtelijk. Maar ik heb hier proberen te schetsen wat je nou uiteindelijk gaat doen op het moment dat je dus van die ontwerpfase naar de praktijk gaat. Want wat we hebben gedaan is niet de technische oplossingen voorschrijven. Maar wat we hebben gedaan met elkaar is gewoon eigenlijk doelen stellen. Je wil zoveel waterbesparing. Nou, daar zit een formele kant aan. En dan kijken we even in het plaatje, zeg maar, de meest linkse lijn. Alleen al voor water hebben we dus een expertteam water opgericht. Dat betekent dat een initiatiefnemer of een ontwikkelaar die iets wil, die komt langs het expertteam water. Maar die gaat ook langs de andere 8 programma's. En die gaat uitleggen wat hij op het gebied van water in zijn woningbouwprogramma wil gaan doen. En daarbij hebben we dus niet verteld wat hij moet doen. Dat is af en toe ook echt heel lastig. Want die ontwikkelaar wil het liefst horen van als je dat of dat doet, dan komt het goed met de opgave. Ja.
Tegelijkertijd zijn wij vaak als expert in water ook de experts en hebben ook al heel snel de neiging om ook uit te gaan leggen aan zo'n ontwikkelaar hoe dat ze het beste zouden moeten doen. Ja, want wij hebben er nou eenmaal verstand van, vinden we zelf. Ja. Nou, uiteindelijk komt daar een advies uit vanuit het programma Team Water, maar dat geldt ook voor de andere programma's. Dat wordt door de programmamanager van de afzonderlijke projecten wordt het bij elkaar geschreven en dat gaat naar het Q-team, het Quality Team. En dat Quality Team is volgens mij binnen Brainport Smart District, is zeg maar het gremium, maar ook wordt gekeken hoe wordt integraal gekeken naar de opgave in Brainport Smart District. Dus daar wordt ook afgewogen hoe water erin zit. En dat kan dus ook betekenen dat water minder belangrijk is in een bepaald onderdeel van een project, van een ontwikkelaar. Maar dat andere projecten excelleren. Want je moet minimaal op 3 onderdelen excelleren. Dus dat kan ook zijn op energie of gezondheid. En dat water dus gewoon alleen maar de minimale variant kent. Maar het quality team, die moet borgen dat het doorgaat. Dat kan overigens ook betekenen dat als een ontwikkelaar of een persoon onvoldoende zijn best doet en onvoldoende innovatief wil zijn, dat die eigenlijk weer wordt teruggestuurd door het quality team. Omdat het quality team dan in, zeg maar een negatief advies geeft aan uiteindelijk het stichtingsbestuur van Brainport Smart District die daar iets van moet vinden. Okay. En daarmee ga je in de loop terug, dat is het vorige plaatje. En daar zie je dus eigenlijk dat die initiatiefnemer of ontwikkelaar gewoon weer opnieuw aan de slag moet. En ja. Ja, nogmaals, dan krijg je af en toe de neiging om te vertellen wat ze moeten doen of hoe ze het op kunnen lossen. Ja, je wil ook juist dat innovatieve en die marktwerking en die marktpartijen ook de gang laten gaan. Ja. Dus het is een ontwerptraject lastig. Waar je eigenlijk als waterketenpartners een hele mooie basis hebt gedaan, maar daarmee eigenlijk het denkwerk zover hebt klaargezet om het daarna los te laten. En ja, je wil het ergens loslaten. En dan kom je ook op een gegeven moment wel op de dilemma's natuurlijk waar je tegenaan loopt. Want je weet wel wat goed is. Ja. Je weet wat de huidige juridische status is van dingen die wel of niet kunnen. Ja. Alleen op het moment dat je daar in die traditionele rol blijft zitten als overheden of als waterpartners, dan loop je al heel snel het risico dat je alle leuke, nieuwe, innovatieve ideeën meteen plat slaat. Als zijn van ja, maar dat kan niet of dat lukt niet. Ik heb op de volgende slide zo een aantal meer dilemma's dan ook geschetst, ja. Waar je dus tegenaan loopt. Ja, de vraag van Bert zojuist al van ja, hoe betrek je nou die markt? Hoe betrek je nou die inwoners? We proberen dat op heel veel verschillende manieren te doen. Door business challenges uit te schrijven, dus de markt zelf te laten komen. Wij hebben ambitie om hier iets te willen doen, want je wil ook de ambitieuze partners. Er zijn bijeenkomsten ook voor inwoners om te kijken van joh, wat willen die nu eigenlijk? Want wij kunnen technisch geweldige ideeën bedenken, maar op het moment dat het maatschappelijk nog niet wordt geaccepteerd, ja, dan gaat dat niet ontwikkeld worden in de wijk, kan ik je vertellen. Nee. Dus, maar ook een technische vraag, hè? Wat wil je nou op autarkisch, dus op woningniveau, versus wat moet je eigenlijk aan basisvoorzieningen aangeleggen als overheden op het hele wijkniveau? Want we vinden het wel heel normaal dat er drinkwater in de wijk ligt. We vinden het wel heel normaal dat er afvalwater af wordt gevoerd in de wijk. Maar met zo'n concept en kader introduceer je eigenlijk meer vragen dan antwoorden. Dat is wordt het niet een heel ingewikkeld? Ja, nee, dat is inderdaad ook precies. En als je even vanuit het water bekijkt, zo zei het tot de vraag ook bij elkaar. Je hebt al verteld, als je niet excelleert, dan krijgen andere functies voorrang. Hè? Maar omgekeerd, als die nou iets doen waardoor bijvoorbeeld het verharde oppervlak alleen maar toeneemt en het netjes bergen van water minder goed mogelijk wordt in die wijk, moet u dan nog steeds goed water kunnen afvoeren en het grondwater peil op peil houden in de zomer en zo? Ja, wij hebben Maar hoe is dat dan georganiseerd? Want de excellentie is geborgd, de wensen van bewoners zijn geborgd, maar hoe is nou dit belang geborgd? We hebben een menukaart eigenlijk ontwikkeld waarbij we een drietal stappen. De business as usual, ja. Dus gewoon hoe doen we het normaal. Ja. Dan de basisvariant van wat vinden we dat je minimaal toch wel moet presteren om in de slimste wijk van de wereld aan de slag te gaan. Ja. En je kunt ook nog excelleren door nog een stap hoger te gaan. Nou, die ja. business as usual variant hebben we eigenlijk meteen ook aan de kant geschoven. Want we zeiden van ja, maar we willen een uitzonderlijke wijk worden. Dus laten we dat eventjes vergeten.
Een klein beetje jouw vraag kwijt. Jouw vraag was... Mijn vraag is hoe je borgt dat ook gewoon een aantal dingen basaal op orde komen. Dus dat die klimaatadaptiviteit met het oog op water er wel komt. Ook als bewoners en ook als de excellentie daar niet om vragen. En daarvoor is het quality book opgenomen. Waarin dus die minimale variant al staat. En is het Q-team opgericht. Dat is eigenlijk... Ja, we kennen allemaal wel de welstandscommissie van vroeger bij gemeenten. En dit quality team doet eigenlijk hetzelfde. Alleen... veel meer, dus niet alleen op uiterlijke schoonheid en welstand. Maar die gaat dus ook kijken hoe interacteren die zaken met elkaar. En het is al voorgekomen dat een partner die dus inschreef om dus woningen te gaan bouwen... terug naar de tekentafel is verwezen, omdat hij dus onvoldoende voldeed aan de minimale basisvoorwaarden... Okay. voor het onderdeel water. Okay. Ja. Overigens ook nog een paar andere onderdelen, maar goed... Dat was de reden om te zeggen, ja sorry, er wordt op dit moment nog geen samenwerkingsovereenkomst getekend. Want jullie zijn nog niet zover dat jullie dat waterdenken voldoende hebben meegenomen in jullie ontwerp. Kan Waterschap AMA's nou 10 van deze Brainport projecten aan? Wordt dit een nieuwe standaard? Nee, dat kunnen wij niet aan. Maar wat het mooie is van Brainport Smart District, het is eigenlijk een greenfield. Hè? Er ligt nog niks. Je kunt uit niks kun je iets nieuws op gaan bouwen. Ja. Maar als je ook hoort, Nederland breed, maar ook in Brabant, wat er de komende jaren aan woningbouwopgave plaats moet vinden, dan is dit wel een heel mooi waterlab om eens te gaan experimenteren als je van nul af aan kunt beginnen. Wat kun je dan met elkaar creëren? Wat kun je dan laten zien op het gebied van water? Om dat vervolgens ook mee te nemen in die bestaande wijken. Als je nagaat dat bijvoorbeeld in Helmond, ik geloof in 6000 woningen de komende jaren bijgebouwd moet worden, allemaal binnenstedelijk. Hoe doe je dat dan ook nog met behoud van gezondheid, de gezonde leefomgeving en ook een goede inpassing, bijvoorbeeld voor de klimaatadaptatiemaatregelen of afvalwaterbewerking. Ja. We vliegen door de tijd, dus voor jou misschien ook nog een soort... Wat zou jouw gouden tip zijn nog? Dat vind ik toch een hele lastige. Mijn gouden tip zou toch zijn... probeer iedere keer jezelf uit te dagen door de vraag te stellen van... maar waarom kan iets niet op het moment dat er wordt teruggevallen op de oude traditionele gewoonte? Ja. En we merken dat continu. Wij zitten nou eenmaal in ons hoofd, in ons denken, in ons doen... in een bepaalde systematiek waarbij wij denken de kennis te hebben... de techneuten zijn en de oplossingen al paraat hebben. En juist dat op je handen gaan zitten af en toe... en het ook echt aan die anderen overlaten... vind ik uiteindelijk wel hetgene wat het meest krachtig is in dit project. Mooi. Ik kijk nog even naar Bert. Wat vraag uit de chat samenvattend. Het lijkt alsof wij voor de waterjongens en meisjes... zo'n nieuwe inrichting bepalen. En als hier een groepje ecologen zou staan, dan is ecologie het hoofdthema. Of verkeer, dat is verkeer het hoofdthema. De hele waterketen kost een gezin iets van 1000 euro per jaar. Waar gaat het over? Dus wat is de rol van water? Heeft dat de centrale rol? Ja, wij vinden natuurlijk van wel, maar... maken wij... Wie trekt dit en waarom? Zou je daar kunnen... Misschien kan ik daar iets... Ik weet dat in 2016 de World Economic Forum... die heeft gekeken naar wat zijn de grootste uitdagingen... risico's voor de wereldeconomie. En toen hebben ze ook gesignaleerd... je hebt de water, energie, voedsel, klimaat, nexus. En in het kern van die nexus is water. Water verbindt alles aan elkaar. Dus ik denk dat wij... Ik snap wel, als je binnen een eigen sector kijkt naar iets... dan kijk je door die lens, dat is waar. En tegelijkertijd vind ik de watersector echt wel iets wat alles aan elkaar verbindt. We zien dat ook bijvoorbeeld in modellen van de circulaire economie, bijvoorbeeld het donutmodel. Dan zien we het aan de buitenkant van het model en aan de binnenkant van het model en aan de laag die de twee aan elkaar verbindt. Want het is niet, het is ook een stroom, het is een product. Dus water is een fantastische... Dus misschien is het wel juist dat het dus belangrijk is. Ja. Blijft toch een beetje hangen. Dit zijn watermensen die deze vraag beantwoorden. Ja, wij van misschien WC1, dat een verkeersmodel... Is het een WC1 vraag inderdaad? Zijn wij te trots op onze eigen sector? Nou, nee, ik denk wel dat het moeilijk is als je zo lang een heel succesvolle sector bent geweest voor de samenleving, op een bepaalde manier je werk te doen en daar wereldleider in te zijn,
om dan de slag te maken om wereldleider te blijven, ook in een heel nieuw soort vraagstukken waar je heel nieuwe antwoorden moet bieden, hè, door dat ook weer te zijn. Dat is lastig. Hè. En die slag moet de watersector op dit moment maken. Ja. Want in wezen kun je zeggen dat bijvoorbeeld het vraagstuk van de verdroging van de steden in de zomer, daar komt samen een klimaatverandering met het feit dat het pompen en pompen en pompen om die stedenbouw mogelijk te maken, nu een soort van natuurlijke contraproductiviteit heeft bereikt. Ja, dus dat is een dubbele reden om dat paradigma als het ware af te schaffen. Maar dat is een hele moeilijke denkslag. Ja, nou, dat gaat dus met horten en stoten. Ja. Dank voor jullie toelichting en inspirerende project. Wij gaan naar ons laatste wisselmoment. Want we hebben nog het derde ambitieuze project. Jullie hebben de introductie al gehoord van Diederik van Duren. En hierbij sluit ook Ad de Man aan. Jullie zagen hem in de video al terug. Ad, welkom. Strategisch adviseur bij Waterschapsbedrijf Limburg. Ja. Ja, dit is een uitdagende speeltuin zou je kunnen zeggen. Maar ook wel een worsteling, dat superlocal. Een worsteling en die, ik denk dat Diederik dat al aangaf, die begon in 2012. Ja. Die worsteling die heeft nu geresulteerd in een project wat nu ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Dus het is een lange adem en overtuigen en vasthouden en doorzetten. Ja. Dus, en dat hek eromheen, is dat een figuurlijk hek? Of zeg je soms, nou, laat het maar gewoon een definitief hek zijn, want dat systeem daar, dat wordt het niet. Of wordt het wel een, is er een potentie dat deze circulaire wijk ook de nieuwe praktijk gaat worden, zeg maar? Ja. Nou, ik denk, we gaan een belangrijk experiment aan. Dat hebben we ook heel vaak gezegd. Het is niet de eindoplossing. We hebben gezegd, er zijn een paar hele mooie systemen. En we hebben, ja, door een goede samenwerking hebben we denk ik toch een redelijk goed concept neer kunnen zetten. Dat is een concept van een aantal jaren geleden alweer. Het duurt even voordat je het geld hebt, de subsidies en alles geregeld. Dat betekent natuurlijk ondertussen dat er alweer best wat nieuwe ontwikkelingen zijn. Maar we gaan nu uit van met name bewezen technieken. Dus die stap die hebben we nu genomen. En ja, we gaan de komende jaren leren. We gaan leren of het systeem werkt. We gaan leren of de organisaties tevreden zijn. We gaan leren of het een robuust systeem is. We gaan kijken of de bewoners tevreden zijn. En ook of de waterpartners tevreden zijn. Ja. Tevreden zijn met hun eigen systeem. Tevreden zijn met de samenwerking. Dus dat is een spannende tijd die we gaan meemaken. Ja, want dan ga je hem eigenlijk testen, of je noemde het herontwerpen net in de introductie, dan ga je ook nog door met het ontwerpen. Maar ook de facetten van beheer en onderhoud komen heel nadrukkelijk naar voren. Ik begreep, jullie hebben ook een slide meegenomen met de fases. Ja, ik dacht om te reflecteren op de RIO-methode die John ook heeft geïntroduceerd. En we hebben natuurlijk koppelkansen gezien, Brainport, in de verschillende fases. Ja, als je dan kijkt bij ons, we hebben ook die fases doorlopen. Ja. Ad is al sinds 2012, dus ongeveer al 10 jaar mee bezig. Had hij die RIO-methode op zijn bureau liggen en was hij aan het uitwerken? Nee, die heeft hij gewoon in de praktijk zelf ook ontwikkeld. Verschillende facetten eruit gepakt. Maar ik denk dat het voor veel mensen kan helpen om wel de RIO-methode te hebben en ook die horizon te kunnen zien. Want Ad begon ooit, wat ik nog weet, in de wijk van morgen met een concept heel klein. Maar ja, die hele weg te bewandelen, al die stappen te zien, ja, dat wist je toen nog niet, dus die moest je nog gaan ontdekken. Dus we begonnen ooit met in het klein beproeven. Ik heb zelf ook studies gedaan die dan hebben herleid tot strategische heroriëntering en kijken wat wel en wat niet te doen. Nou, dat was in het omdenken. Mensen meekrijgen. Nou, toen kwam er een kans, hè, vanaf 2016, om op locatie ook echt iets te gaan doen. Dan kwam een locatie die veel beter paste. Nou, toen zijn we gaan ontwerpen. Ontwerpen door de hele sector uit te nodigen en een tweedaags event echt te gaan tekenen vanuit verschillende concepten, ideeën. Nou, daar begon het. Daarna zijn we jarenlang iedere 2 weken in een hokje gaan zitten met een groep van die waterketen om te praten, elkaar te leren kennen, dieper te gaan en beter en beter te ontwerpen. Ook Andrew noemde ook al zo'n proces, hè? Van elk wekelijks bij elkaar in dat hok. Ja. Dus je moet elkaar echt gewoon goed leren kennen. En ja, dan ga je als een team functioneren. En normaal ben je in verschillende, hè, werk je in teams bij andere bedrijven, maar nu moet je eigenlijk een apart team gaan fungeren. Okay. We hadden toevallig, komt dadelijk bij de gouden tip ook nog, vorige week een evaluatiemoment met een groep, een kerngroep die samen heeft gezeten. En wat wel interessant was, dat een van de personen die zei, okay, op een gegeven moment had ik niet meer het idee dat ik voor mijn organisatie werkte, maar ik werkte met mijn teams van andere partners samen. Dat was mijn team. Dat is waar ik mijn energie uithaalde en waar ik verandering teweeg bracht.
Dus dat hebben we gehad. En nu zitten we in die laatste fase. Volgens de Rio-methode. En dat is uitvoeren. Maar het is niet per se dat het daar stopt. Misschien begint het dan pas. Spannend. Ja. En mooi. Maar dit is eentje van de lange adem. De lange adem, ja. Dus we gaan nu de monitoringsfase in. Een belangrijke fase waarin we dus de belangrijke onderzoeksvragen die we ons van tevoren hebben gesteld gaan beantwoorden. Die hebben we natuurlijk in 2023 al voor een deel beantwoord. Dat is een belangrijk evaluatiemoment. Maar we gaan nog door tot 2025. En dan ben ik ook heel benieuwd of we dan zeg maar een krulletje zetten, hè, een groen krulletje zetten van technieken waarvan we zeggen, nou, dit is prima. Die kun je uitstekend toepassen zonder enig risico. Er zullen ook elementen zijn dat we zeggen, nee, dat was een verkeerde keus. Daar moeten we misschien op terugkomen. Of dat we misschien ook zeggen van, hey, er zijn al nu al verbeteringen mogelijk. Dus dat concept in 2025, ja, dat zal er zijn zoals het nu is. Ja. Maar wat het daarna gaat worden, wordt voor ons spannend. Gaan we door in de kerkraden? En gaan we op zoek naar wijken waar er misschien herhalingsmogelijkheden zijn? Nice. Want kerkraden is wat Diederik beschreef, een typische oude woonwijk waar er meer van zijn. Hè? Dus ja. Zeker ook in Limburg heb je van dit soort wijken waar grote renovatie inspanningen te doen zijn. En daar zijn de kansen ook. Ja. Nieuwbouwwijken zijn er ook, hè? Maar niet zo grootschalig natuurlijk als in het westen van het land. Maar die komen ook op. Ja. Ja, Maarten gaf net al aan, we gaan nu naar de uitvoering. Dan krijg je ook beheer en onderhoud. Daar heb ik een slide van. Mag ik de volgende slide? Beheer en onderhoud, ontzettend essentieel. Dat is onze dagelijkse praktijk in ons werk. Voor nutsbedrijven, onder andere. Maar hoe neem je dat mee in zo'n ontwerpproces? Ja, weinig. We hebben ooit dit plaatje, heel handig, dat dit heel handig gefunctioneerd in het systeem met elkaar te communiceren. Op een gegeven moment zijn er lijnen ingetrokken. Nou, dit is jouw verantwoordelijkheid, dat is jouw verantwoordelijkheid en dat is jouw verantwoordelijkheid. Ja, want we zien hier voor de toelichting kerkraden, WML, heenwonen en WBL, dus drinkwater en waterschapsbedrijf, allemaal verschillende rollen en stukjes van dat systeem. Stukjes van het systeem dan uiteindelijk weer in beheer en onderhoud, of nee, beter gezegd, in eigenaarschap. Het beheer en onderhoud is dan weer een vervolgstap en die wordt weer op andere manieren verdeeld via bestaande manieren hoe bedrijven en organisaties met elkaar omgaan. Dus bepaalde beheertaken worden door de gemeente bij WBL belegd. En dat gaat weer via andere routes dan de bestaande. En dus uiteindelijk is dit ook weer eigenlijk, moeten we opnieuw naar de tekentafel. Hoe gaan we nou het beheer en onderhoud doen? Wat als er dadelijk een klant is die een probleem heeft? Ja, die belt met de woningcorporatie. Die krijgt iemand aan de lijn. Die weet misschien niet eens van het bestaan van Superlocal. Over 7 jaar moet die klant behoorlijk slim zijn om te weten hoe dat systeem in elkaar zit. Ja. Nou, die gaat gewoon 1 nummer bellen. Ja. Dus het systeem daarachter moet behoorlijk slim zijn om te weten hoe die persoon geholpen moet worden op dat moment. En het hele systeem, jouw achterban die kent dit systeem op zijn duimpje, denk ik. Ja, we zijn nu in de fase om dat heel goed te gaan regelen. Een aantal zaken hebben we ook goed geregeld. Maar bijvoorbeeld zo'n vacuumstation, die hebben we inderdaad 2 maanden geleden, hebben we die, zeg maar, vanuit de gemeente hebben ze die naar WBL geschoven. Dus het beheer en onderhoud gaan wij doen. Dat is volledig nieuw. Dat klinkt wel als een soort van geschoven. Ja, maar wij doen al wat werkzaamheden voor de gemeentes. Hè? Okay. Dus voor ons is dat niet vreemd. Dus toen ze met dat verzoek kwamen, zeiden ze van oké, dat pakken we op. Betekent wel dat onze technische mensen zich moeten verdiepen in zo'n vacuumsysteem. Ja. Dus dat wordt nu gedaan. En betekent ook het hele alarmeringsverhaal en zo, dat soort zaken. Dat gaan we nu ook goed regelen. Zodat inderdaad als er iemand belt, dat er ook snel actie ondernomen kan worden. Ja. Maar is dat een begin bedacht? Nee, ja, dat gaandeweg kom je dit soort dingen tegen. En vallen er dus dingen tussen wal en schip die je dan ergens op moet zien te pakken? En een omgekeerde vraagstuk, want als je eventjes naar het schema kijkt, begin je al meteen te zien dat er dus bepaalde dingen die de een doet, die zijn belangrijk voor het goed functioneren van de ander. Hè, dus hoe ga je daarmee om? Soms. Hè, in sommige samenstellingen in het proces is dat heel makkelijk, want dan spreek je elkaar wekelijks. Ja. Maar uiteindelijk komt het er wel op neer dat je veel contact met elkaar moet hebben. En ook tijdens het beheer, hè? Het kan dus zijn dat er één systeem uitvalt, eigenlijk omdat er in een ander systeem wat misgaat. Ja, dan moet daar die afstemming over ontstaan. Ja. En dan moeten er dus mensen aan de bel trekken. En de grap is, soms gebeurt dat intern binnen de partijen. Maar soms zijn er ook externe adviseurs die, laat ik zeggen, het project en dit soort ontwikkelingen een warm hart toedragen, die van een afstand in de bel trekken van, hey, volgens mij zie ik hier iets misgaan als we niet snel zijn.
Dus het valt en staat bij, laat ik zeggen, gemotiveerde individuen die ook weten te schakelen tussen die bedrijven en die contacten ook hebben. Ja, want komen tot het systeem is één. Volgens mij heb je daar ook nog een korte toelichting van. En daarna het leren en ontwikkelen daarvan is twee. Nog. Ja. Misschien de volgende slide. Zo ontzettend veel ingewikkelder of raarder dan het systeem wat we nu hebben, is dit ook niet hoor. Want als mijn kelder nat is, heb ik geen idee of dat grondwater is of gesprongen drinkwaterleiding. En dan bel ik de gemeente. Het is niet de juiste beheerder, maar weet ik wat. Ja, alleen het is niet anders. Alleen je moet je even een toekomst voor gaan stellen waarin we 30 verschillende wijken in Limburg hebben. Of misschien wel 100, met een heel ander systeem. Want bij kelders is het meestal hetzelfde verhaal met dezelfde problematiek. Maar op het moment dat je 30 verschillende wijken hebt met iedere keer een ander systeem, met dus ook weer andere beheerders die daarover gaan, zie dat maar eens even in te gaan regelen. En dan moet je dus ook met z'n allen, en dan kom je wel bij wat Brainport Smart District doet, ja, je moet datagedreven slim gaan zijn om dat allemaal te kunnen beheersen. Ja, dus enerzijds grote gelijkenis, maar ook wel de diversiteit neemt behoorlijk toe. Ja. Dus leer elkaar kennen is hier een belangrijke sleutel in. Om tot zo'n ontwerp te gaan. Ga in dat hok zitten. Niet één keer, maar langdurig en intensief. Ja, en Ad vertelde, we hadden gisteren ook nog even een gesprek. Ja, hij zei ook, wat heel belangrijk is, we zijn in dat proces met stakeholders die niet van de waterketen zijn. Dus een woningcorporatie of sommige onderdelen bij de gemeente. We zijn niet te veel de techniek ingedoken. Dus kijk, die tekening van net was niet een technische tekening. Nee. Dat is meer een functionele tekening. Dat is heel belangrijk. Ga niet te veel de techniek in, want dan heb je al keuzes en afslagen gemaakt. En twee, we hebben gezamenlijk gewerkt, en je ziet hier een mooi busje. We zijn gewoon letterlijk in de bus gestapt met bestuurders. Om bestuurders mee te nemen naar andere projecten, dus te enthousiasmeren, bewust te maken. Maar we zijn ook in de bus gestapt met de klantenservice. Met woningmakelaars. Om naar vergelijkbare systemen mee te nemen in andere wijken elders. Om te zien, hé, hier lopen ze tegenaan. Hier moeten we rekening mee gaan houden. Hoe gaan we daarmee aan de slag? Dus op al die lagen hebben mensen gedurende een project proberen betrokken te maken. Mooi. Ja, want bijvoorbeeld, we zijn naar wijken geweest waar ze ook vacuumtoiletten hadden. Dan zijn we gewoon direct ook geluidmetingen gaan doen. Om even het gevoel eventjes tot cijfers terug te brengen. Nou, en als je dat denk ik niet in een vroeg stadium doet, dan krijg je weerstand vanuit de woningbouwcoöperatie bijvoorbeeld. Je krijgt geen weerstand van de directeur, maar meer van de mensen die in de praktijk met deze klachten om moeten gaan. En daar hebben we denk ik belangrijke stappen gemaakt. Dus heel concreet, en ook voedselresten van malers hebben we gezien, ja. En hebben we gehoord. En dat soort zaken hebben we dus zo goed mogelijk van tevoren bezocht en beoordeeld. Ja. Dus ook leren met elkaar op pad. We gaan zo dadelijk alweer richting de afronding. Maar ik zag ook nog een mooie reflectie op die methodiek. Hè? Die methodiek die eigenlijk in iteraties, in verschillende activiteiten bestaat. Die elkaar continu kruisbestuiven. Realisatie is eentje die prominent bij jullie op de agenda staat. Dat levert weer andere vraagstukken op. Zou ik die slide voor mogen zien? En jouw reflectie of jullie reflectie daar op horen? Nou ja, het netwerk is heel belangrijk. En dan heb je verschillende vormen van netwerken. De organisaties, hoe die samenwerken. Daar medestanders in krijgen. Dus we hebben elkaar ook echt geholpen om onze eigen interne barrières te slechten. Door als team te opereren. Andere directies, door andere de ene directie weer op te laten bellen, et cetera. Maar ook netwerken groter, met andere praktijkexperimenten, om van te leren, om te gaan kijken, hoe doen jullie het, wat hebben jullie geleerd? Zo hebben wij volgende week weer een gesprekje met een project in Zweden, Duitsland en België, want de grijswaterzuivering, hoe gaan we dit in hemelsnaam doen? Laten we eerst even alle koppen bij elkaar steken, hoe doen jullie het? Oké, interessant, kunnen wij het weer beter doen? Nou, in het filmpje stond heel mooi, voedselrestenvermalers, die komen in de flat, in iedere gang. Ja. Nou, dat is alweer veranderd, want er komen anderen, want we hebben weer van een ander project geleerd dat dat toch veiliger en beter werkte. En daar was de woningcorporatie in hun beheer en onderhoud veel blijer mee. Want anders hadden ze geluidsoverlast en veel meer werk. Nou, zo blijf je door zo'n breed netwerk, door al die inspirerende projecten mee samen te werken, kan je sneller acteren. Zelfs in de realisatiefase zit je opnieuw te ontwerpen.
Kijk, dus hij is niet zo van boem, dit is het plan, aanbesteden, gaan. Maar eigenlijk continu blijven zoeken naar de beste oplossing. Ja. Mooi. En ja, nu zitten we, structurering, aanpassingen, dat onderdeel. De belangrijke fase van monitoren. Ja. Dus je moet goed gaan monitoren en daarvan gaan leren. En zoals Ad ook heel mooi aangaf, ja, wij staan er niet in van dit is het systeem en het moet en zal lukken. Nee, wij zijn heel benieuwd wat er veel duurzamer aan is. Ja. En daar moet je op heel veel manieren naar kijken. Niet van is het decentraal versus centraal. Op heel veel manieren moet je daar naar kijken. En dat proberen we de komende jaren echt te gaan leren. En dan ook die kennis te delen om elders ook een positieve verandering te beweeg te brengen. Super. En dan kunnen we over 10 jaar nog wel 30 van dit soort wijken verwachten. Ja, dan hebben we meer superlocals. Ja. Helemaal goed. Ik ga zo naar jullie. Oh, de gouden tip, die staat er al. Je mag hem zo toelichten. We zijn een paar minuutjes later begonnen met dit programma. Dus ik ga je nog 5 minuten van jullie tijd vragen. Dan ronden we dit symposium af. De gouden tip van Superlocal. Zorg dat je de integratie borgt door alle fases heen. Ja, ik heb het geluk dat ik vanaf het begin betrokken ben. En dat ik ook graag wil zien dat zo'n project gerealiseerd wordt. Dus ik heb met de luxe dat ik ook collega's constant kan meenemen in het hele denkproces. Gaande de rit zie je ook heel veel mensen soms uit een projectgroep stappen, een andere baan nemen en er komen weer nieuwe bij. Maar om dat gedachtegoed vast te houden binnen je eigen organisatie, dat is dan een flinke kluif. Nou, bij WML is dat denk ik precies hetzelfde zo. Bij de gemeente zie je ook wisselingen, bij heenwonen ook. En ik denk dat als wij nog een tijdje doorgaan, dat wij die rode draad kunnen zijn voor de komende jaar. Maar heel belangrijk is dat, want er komen situaties voor dat er op een gegeven moment een kruispunt komt van gaan we door of gaan we niet door. En als je dan weet wat je oorspronkelijke doelstelling was, ja, dan sta je sterker. Ja. Super. En misschien ook wel, Juri noemde hem eerder, hè, de menselijke maat. Eigenlijk daar zit een hele belangrijke sleutel van aanjagers of praktijkvernieuwers. Want zo noemen we dat in de wetenschap, hè? Praktijkvernieuwers. Zeker. Waarom hebben we dat bedacht? Het zijn toch gewoon vaklieden, mensen. Nee, het zijn natuurlijk niet zomaar vaklieden, hè? Maar het zijn inderdaad de mensen die in staat zijn om die stap achteruit te doen en te kijken van, waarom doe het eigenlijk zoals we het altijd doen? Hè? Nou, we hadden al goede redenen voor, maar nou goede redenen om het anders te doen. En als je dat nog wat beter begrijpt, dus je vroege opgave en je nieuwe opgave in relatie tot elkaar begrijpt, begin je ook te snappen wat je anders moet doen en waarom dat een goed idee is. En mensen die dat doen in de praktijk, hè, die noemen wij praktijkvernieuwers, en dat is natuurlijk een heel belangrijke mensensoort. Het is uit alle drie de voorbeelden heel erg duidelijk geworden. Want zonder zulke mensen met die combinatie van verbeeldingskracht en praktische zin, kom je, en ook analytische vermogens, kom je gewoon niet waar deze projecten inmiddels staan. Ja. Dus ik denk dat dat ook heel, heel belangrijk is. En trouwens, die systeembarrières, misschien mag ik daar nog één ding over zeggen ook. Wat daarvan ook belangrijk is dat ze natuurlijk, je komt ze op het spoor, omdat ze in de weg zitten. En daarna verdenk je een oplossing. Op alle plekken waar die oplossing gerealiseerd is, heeft het volgende project het makkelijker als jullie project of de projecten die juist zijn besproken het hadden. En ook dat is dus belangrijk, daarom is zo'n symposium natuurlijk zo belangrijk, dat je dat ook met elkaar kan delen. Zodat je ieder op zich, als het ware, je eigen systeembarrières kunt opruimen, maar door iedere keer wat makkelijker maakt voor een volgende tranche aan projecten. Mooi, dankjewel. Ik check nog even bij Bert. Inzichten of misschien ook de vraag aan jou van, er zijn heel veel tips ook gekomen die misschien voor STOA of Stichting Rio net wat kunnen betekenen. Maar vice versa ben ik ook wel benieuwd. Dus de vraag van wat heeft het jou gebracht? Maar wat zou jij ook namens STOA of Rio net aan dit soort projecten of deze projecten kunnen toevoegen? Twee dingen denk ik. En één haal ik uit de chat, maar daar sluit ik graag bij aan. Aandacht voor de beheersfase, die is al een beetje benoemd, maar dat bij dergelijke icoonprojecten is het toch altijd een tijd van hoge bestuurlijke aandacht en geld en weet ik wat. En op enig moment ebt dat weg en moet je de boel wel vast zien te houden en bewoners en gebruikers niet in de kou laten staan. Dat is een dingetje. Het andere is, daar zijn we bijvoorbeeld in Sneek ook mee bezig geweest, heldere, transparante manieren om energiegebruik, klanttevredenheid, waterbesparing enzovoort in beeld te brengen en die voordelen scherp neer te zetten. Anders blijft het een probeersel en
Ik ben erg voor die probeersels. En ik heb er zelf meerdere op mijn naam staan. Maar je moet het scherp durven monitoren en ook dingen die misgaan, helder niet. Energetisch is dit geen succes. Watergebruik wel, of ja. Omgekeerd. Durf die analyse te maken. Heel goed. En de bijdrage nog? Nou, de bijdrage zou zijn, Stoa wil graag aan meedenken om hoe die analyse te plegen en hoe dus het leren maximaal in te zetten. Super. Dankjewel. Heb jij nog een uitsmijter, John, een gouden tip die je met het horen hiervan nou dacht, nou, die komt hier boven drijven? Nou ja, toch uiteindelijk ook zorgen dat zulke projecten in de kijker komen en blijven ook. Hè. Dus inderdaad niet zomaar wegzakken, net even als risico werd geschetst. Maar dat bekend is van, hé, hier is toch iets interessants gebeurd. Omdat ze namelijk laten zien dat je af en toe even moeilijk moet doen om het daarna weer makkelijk te kunnen maken. Maar voor dat moeilijk doen is legitimatie nodig. Dus kunnen laten zien dat het ook succesvol is en dat het namelijk weer makkelijker wordt als je even moeilijk doet, is buitengewoon belangrijk om te legitimeren dat op al die andere plekken het ook echt eventjes buiten de lijntjes gekleurd mag worden zo nu en dan. Super. Bijvoorbeeld. Dank. Dank voor jullie bijdrage. Dit was het Afvalwaterketen Symposium 2021. En het stapelen in projecten. Drie complexe projecten. Ik wil graag hartelijk danken Rob, Juri, Dirk en Andrew. Maar ook Ad en Diederik, John, Bert, Cora en Ton. Dank voor jullie bijdrage. Dank ook voor het kijken en het meepraten. Gestapelde opgaven. Jullie gaan er nog meer van horen. Want we blijven ze in de kijker zetten en ervan leren. Want integreren is misschien wel die sleutel, maar helemaal niet zo makkelijk als we wellicht denken. De slides die nu misschien niet allemaal perfect overkwamen, zullen jullie binnenkort kunnen downloaden op stoa.nl. En op kennisactiewater.nl kun je nog veel meer lezen over blogs en achtergrond van deze casuïstiek. Die staat daar al voor je klaar. Dank voor jullie bijdrage en het kijken nu. Dit was het Afvalwaterketen Symposium.